wedstrijd is hier op dit moment bezig? Op dit moment is dat de heren 2 tegen de heren 1. Ze zijn allebei kampioen geworden dit jaar? Ze zijn allebei kampioen geworden en ze vonden het leuk om als afsluiter op het mixtoernooi om nog even een potje tegen elkaar te ballen. Vandaag was het mixtoernooi, basketbal. Hoe was de deelname? Het was heel erg groot, er waren heel veel mensen en het is altijd heel leuk, want de kleintjes, ouders, vriendjes, iedereen mag meedoen. Dus het was heel vol. Basketbal leeft in Almelo? Nou, het begint eigenlijk weer een beetje te leven. Het heeft wel een lange tijd geweest dat we zoiets hadden van jongens, we moeten weer wat leden erbij krijgen. Maar we merken wel dat met name bij de jeugd dat er weer steeds meer kleintjes bij komen. En door middel van zo'n mixtoernooi trek je de ouders een beetje mee en gaat het weer iets meer leven. Ja, ja. Het is de wedstrijd van heren 1 tegen heren 2. Het verschil is groot, hè? Ja, ik denk het wel. Ik heb het nog niet gezien, maar ja, het verschil is inderdaad groot. Ja, ja. Want hoe is het op dit moment met de uitsmijters? Ja, het gaat eigenlijk wel goed met de uitsmijters. We hebben dit jaar 10 teams gehad, waarvan de 6 kampioen zijn geworden. Dus dat gaat hartstikke goed. We hebben ook voor het eerst weer echt goede instroom onderaan bij de jeugd, bij de U10 en de U12. En we hopen dat dat door blijft stromen naar boven, dat we goede aanvulling hebben. Ja. De zomer komt eraan, het seizoen ligt eigenlijk weer stil nu, hè? Ja, klopt. Dit is eigenlijk het laatste wat er gedaan wordt dit seizoen. En dan half augustus beginnen de trainingen weer en half september begint de competitie weer. Ik woon in Almelo en ik wil basketballen. Wat moet ik doen? Dan ga je naar de site. We hebben een goede website. We hebben sinds anderhalf jaar iemand die daar heel actief in is. En als je uitsmijters googelt, dan kom je op een prachtige website. Kun je aanklikken. Kun je precies zien wanneer de trainingen zijn. Telefoonnummers erbij. En dan kom je wel verder. Ja. We gaan over de prijsuitreiking.